W in de comments. Snap je? Een W. Ik heb mijn coach gezien. Oké, het is vandaag weer een prachtige dag. Wat er vandaag gaat gebeuren, ben ik al mijn hele leven op aan het wachten. Ik heb er echt heel veel zin in en daarom moet ik nu eerst even wat energie kwijt. Ik heb natuurlijk deze hele mooie bal. Ik bedoel niet deze oranje, maar ik bedoel natuurlijk deze. Maar iedereen weet natuurlijk dat voeten en Lego de slechtste combinaties op deze hele aarde. Ik ga proberen om 10 keer hoog te houden met de Lego bal op mijn sokken. Dit is echt zo dom. Oké, 10 keer. Hoe moeilijk kan het zijn, weet je? Hoe moeilijk kan het zijn? Ik kan het niet. Oh, ik kan het niet. Oké, mij is het dan misschien niet gelukt. Maar we kunnen deze video niet beginnen met iets dat niet is gelukt. Dus ik ga even kijken of er iemand is die het misschien wel gaat lukken. Mo. Ja? Jij moet proberen om 10 keer hoog te houden met deze Lego bal. Oké. Maar je moet wel even je schoenen uitdoen. Je moet op je sokken. Nou? Om het nog wat mooier te maken. Als je 10 haalt, heb je een tientje te pakken, man. Dat is motivatie. Big motivation. Motivation. Hey, 10 keer easy peasy. 10 keer? Je zegt easy peasy. Doe voorzichtig. Dat is het enige wat ik zeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, eerlijk. Hè? Dit voelt lekker, hoor. Hoe bedoel je dit voelt lekker? Zie je, ik zei het je, doet pijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Ik stop, man. Ben je er klaar mee? Ik ben er klaar. Oké, als het een van jullie lukt, tientje. En je mag je schoenen gewoon aanhouden, ja? En ik? Ja, jij niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En jij heeft hem, hij heeft hem. Uiteraard. Hier is je tientje, man. Waar is mijn tientje? Kijk. Jij hebt het niet eens gehaald, man. Ik heb zo'n wedstrijd en ik heb een hele bijzondere trainer vandaag. En weet je wie het is? Nou, dat is nog een geheimpje dus. Zie! Het is geen Ronaldo, het is geen Ronaldo, maar ik moet gaan, man. Kijk eens waar we zijn. Ja. Jij bent vandaag niet mijn coach, dus Oké. Ah, ik zie het. Goed voorbereid, nummer 7, speciaal voor Joris klaargelegd. Nummer 7 is standaard van mij, standaard. Even kijken of er al een aantal van jullie buiten zijn. Aantal, alles goed. Oké. Ik ben nog helemaal mijn eentje. Wat doe je in de kleedkamer als er nog helemaal niemand anders is? Ik heb een plan. Ik doe de nummer 7 gelijk aan voor het geval iemand anders hem wil stelen. Moet je eens kijken hoe ik dat kan, hè? Moet je kijken. Als ik in mijn vingers knip, heb ik hem aan. Zie je wel? Shirtjes aan nummer 7. Nu is het gewoon nog even wachten op mijn coach. Laat me vast weten in de reacties wie jij denkt dat mijn coach is van vandaag. Ik denk dat jullie het wel kunnen raden. Het waren 7 rondjes om de wereld. Waarom? Omdat ik nummer 7 op mijn rug heb. Kijk, we hebben een hele koelkast hier, man. Laten we deze meenemen. Hoppa. Genoeg energie voor de wedstrijd. Scheidsrechter! Prettige wedstrijd. W in de comments. Snap je? Een W. Ik heb mijn coach gezien. Mijn. Heb ik ook een keer op camera gezegd dat ik van jou hoop? Nee, ik weet niet, man. Maar ik hoop. Nee, deze ik hoop. Hé, maar jij bent vandaag mijn coach, hè? Nee, ik lessen. Gewoon pingelen. Gewoon wat? Pingelen. Ik gewoon solo gaan? Ik wil jou zien dribbelen. Jij bent de dribbelkoning van dit team. Suzanne het zegt. Dat betekent veel, man. Dat betekent veel. Ik moet mijn best gaan doen. Oh, dankjewel. Kijk, zie je, het gaat goed komen. Hey! Waterpistooltje. Links komt Touzani aangelopen en die heeft het naar zijn zin met dat waterpistool. Joris nat en ook de kale kop van Roy beginnen. En kijk eens, Joris, die heeft het moeilijk daar met die tegenstander die dan gewoon eventjes gooit. Ik ben even op de bank. Ik heb namelijk een beetje last van mijn enkel. Ik ben kapot, man. Ik ben nog steeds wissel. He's not a player for the bench. I'm not a player for the bench, maar ik ben nog steeds op de bank, man. Even wat trucjes om warm te blijven. Deze is voor jou. Auw! Namke. Touzani around the world. Roy gaat hij hetzelfde doen, hij schiet het voetje van de keeper en dan is daar Isai! Isai, ja! Is dit de tweede of de derde? Tweede en die assist. Tweede en de assist, ja maar die assist was bijna een puntje gewoon. Als hij hem maakt is het een hat-trick en schiet hij hem inderdaad links. Vanaf hier gezien, links, handje, doelpunt! Hat-trick.
Hier is de shout-out van deze video. Laten we de 8000 likes halen, omdat we natuurlijk de wedstrijd hebben gewonnen. Met hele goede hulp van Isai en Soufiane Touzani. Dus like de video en hopelijk hadden jullie allemaal een fijne dag.